Mevrouw Heijnen, u heeft vandaag een paar gesprekken gehad in Wijk aan Zee over data. Ja. Ja, het ging waarschijnlijk over feiten en over emotie. Hoe is dat gegaan? Nou, het waren hele fijne gesprekken. Ik had zelf van tevoren aangegeven dat ik het belangrijk vond om met een brede vertegenwoordiging van inwoners te mogen spreken. Want wat mij wel opviel is dat je vaak wat extremere geluiden in de media terugziet. En ik dacht bij mezelf, is er niet ook een hele grote stille meerderheid die wel vindt dat de gezondheid beter moet, maar die ook vindt dat data wel verbeteringen moet doorvoeren. Hè? En wel ook belangrijk is, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid. Nou ja. En ik heb vandaag met een hele mooie groep mensen gesproken die aan de ene kant heel erg trots zijn bijvoorbeeld op data, maar ook vinden dat er wel dingen anders moet. Maar ook al vinden dat daar op een rustige manier naar moet worden gekeken. En vervolgens heb ik ook gesproken met een groep die al heel erg lang bezig is om data versneld te laten vergroenen, om zo te zeggen. En daarna ben ik ook nog bij data zelf op bezoek geweest. Ja, data wilde de uitstoot binnen niet te lange tijd met 50% verminderen. Ja. Maar welke 50% is dat nou? Is dat duidelijk geworden vandaag? Ja, daar hebben we het vandaag ook nog uitgebreid over gehad. Ze hebben volgende week een afspraak met het RIVM om daarover te spreken. Want als je zegt dat je de uitstoot met 50% wil verminderen, dan moet je natuurlijk wel weten over welke uitstoot je het hebt. En Tata zelf geeft ook aan het belangrijk te vinden om de gezondheid van de inwoners hier in dit gebied te verbeteren. En dat is natuurlijk een heel belangrijk vertrekpunt. Maar ik vind het ook heel belangrijk om in alle informatie die beschikbaar is, ook ervoor te zorgen dat je objectief weet wat je aan het meten bent, zodat je ook weet waar je elkaar op kunt aanspreken. Ja, nu is er een heel bekend spreekwoord dat zegt van je kan wel meten, maar dan moet je weten wat je meet. Hoe gaat u dat in de gaten houden? We hebben twee meetmomenten dit jaar. Die worden gedaan niet door ons, maar door het RIVM. Omdat we het belangrijk vinden dat dat onafhankelijk gebeurt. Nou, één keer gaat dat gebeuren voor de zomer nog. En een tweede meting is voorzien nog aan het einde van dit jaar. En dat zijn dus twee momenten waarop we gaan kijken of de acties die data allemaal heeft genomen, of die ook de gewenste effecten hebben. Ja, er zijn er ook heel wat klachten over de toezicht op Tata en wat Tata uitstoot. Gaat u daar nog maatregelen in nemen? Ja, we zijn ook in goed gesprek met de provincie Noord-Holland, maar ook met de omgevingsdiensten. We hebben aangeboden als Rijk om onze hulp te bieden op het moment dat die nodig is. Dus die ruimte is er. We zijn ook al met elkaar in gesprek. We hebben gekeken naar hoe de vergunningen wat scherper konden worden gecontroleerd. Dat wordt ook al gedaan. Dus er zijn ook echt door de provincie en door de omgevingsdiensten stappen daarin gezet. En mocht het nodig zijn, en dat is nu natuurlijk het belangrijke, dan kunnen we vervolgens als Rijk weer kijken wat we dan verder kunnen doen. Maar we moeten het wel stap voor stap doen en in de goede volgorde. En ik denk dat we nu eerst moeten zorgen dat we eerst onze stappen goed op orde hebben. Dat de provincie weet wat ze moeten meten. Dat de omgevingsdienst weet wat hun mogelijkheden zijn. En als dan vervolgens nog aanvullende maatregelen door het Rijk moeten worden genomen, dan zullen we daar samen naar kijken, natuurlijk. Ja, nu bent u pas begonnen als staatssecretaris. Ja. Als we 4 jaar verder staan, waar staan we dan, volgens u? Dan hoop ik echt dat er een gezondere omgeving is voor de omwonenden hier van de regio Eimond. Maar dat er ook een solide en stevig en robuust en duurzaam Tata Steel is. Want wat ik ook wel terug hoorde in alle gesprekken, dat is dat mensen het ook wel gewoon heel erg belangrijk vinden dat we stap voor stap samen ervoor zorgen dat die gezondheid van de inwoners beter wordt, maar wel ook met wat aandacht ook voor het bedrijf. Dat hoorde ik ook bijvoorbeeld in een aantal gesprekken. Oké, dank u wel. Heel graag gedaan.